En als het goed is, zouden we live moeten zijn. En dat betekent natuurlijk dat ik tegen jullie kan zeggen... Yo, VacuGamers, Lars hier. En welkom terug bij een gloednieuwe livestream van Power Wash Simulator. Hier op VacuGamers Reloaded. En het is ondertussen tijd voor de update waar we al een hele tijd op hebben zitten wachten. Update 0.5 is hier eindelijk. En dat betekent dat we gloednieuwe dingen kunnen powerwashen. Ik heb al eventjes opgezocht wat het allemaal is. Het is onder andere het huis van de burgemeester. Blijkbaar heeft de burgemeester iets verkeerds gedaan... waardoor zijn hele huis ondergekwakkerd is. En ik mag dat gewoon spuiten. Ik vind dat fijn van meneer de burgemeester. Of mevrouw de burgemeester, dat kan natuurlijk ook. En wat ik ook wel heel fijn zou vinden, is als ik mijn bril zou mogen powerwashen. Want dat ding is me ook een partij smerig. Gadverdamme. Even kijken. Eerst even mijn bril poetsen. Hebben jullie ondertussen tijd om lekker in de chat even binnen te komen? Hartstikke goed. We hebben Marnik, we hebben Jeffrey, we hebben Brian, we hebben Marleen, we hebben Jibbe, we hebben Roenis. Clashfan, hallo. Is mijn bril schoon? Geen idee. Ene glas wel, andere glas niet. Dat is wel vervelend. Anders weet ik zeg maar niet wat ik aan het spuiten ben. En dat is wel fijn als je dat voor, zeg maar, 80 man doet of zo. Dat je weet wat je aan het spuiten bent. Marleen ondertussen dropt 3 eurotjes. Thanks, chef. Mijn clubgebouw van mijn thuisgroep is afgebrand. Dus voor nou is geen leuke update. Oh. Als je nou een powerwasher had gehad, Marleen, had je het kunnen uitpowerwashen. Ah, dat is vervelend. Dat is niet goed. Dat is niet fijn. Je moet niet zomaar dingen in de fik steken. Dat is niet heel erg handig. Ging dat trouwens over die van... wacht even, ik weet waar het over gaat. Ho. Is dat die van Soest? Soestdijk, geloof ik. Daar heb ik wel iets gehoord dat een scoutinggebouw al gefikt is. Was dat die van jou? Dat is balen. Is de goede update? Nou, wat mij betreft wel. Want je hebt zeg maar allemaal nieuwe dingen. Sowieso 4 nieuwe levels, dat weet ik ook. En je hebt heel veel toffe nieuwe updates voor de graphics, zeg maar. Want ik was net eventjes in de winkel aan het kijken... Wat voor nieuwe dingen je allemaal had. Kijk, je kan nu zeg maar ook kleding kopen. Waardoor je mannetje er net even wat meer persoonlijk uitziet. Ja, kijk, en ik zie roze handschoenen. I need them. Het kost 200 euro. 200 euro voor roze handschoenen is veel geld. Vind ik persoonlijk. Vind ik veel geld. Maar dat maakt niet uit. Want, even kijken hoe ik dat dan aan ga zetten. Want ik moet wel weten natuurlijk hoe ik mijn mannetje aanzet. Hoe doe ik dat? Ik heb handschoenen gekocht voor 200 euro en ik heb ze niet. Dat is wel vervelend. Wacht. Nee. Oh, er is trouwens ook een extra lange extension. Die moet ik ook hebben. Dus die moet ik ook kopen. Even kijken hoor. Waar zit dat ook alweer? Bij shop waarschijnlijk. En dan... Kan ik die niet owned? Ja, dat is leuk. Kijk, dit bijvoorbeeld. Modifications. Kan je zeg maar een skin krijgen voor je powerwasher. I need de duurste. Geen idee waarom, maar I need de duurste. Laatste vlot, hartstikke idee. We got this. Dan gaan we naar de shop. En gaan we naar equipment. Equipment krijgen we nieuwe equipments. We krijgen zeg maar de extra long extension. Dan is die nog groter. Dat is wat mensen fijn vinden. Dus we kopen de extra long extension voor $400. Nog gefeliciteerd met je verjaardag. Thanks dat het afgelopen zaterdag. Maar thanks dat je er even bij bent. Dat is wel waar. Nee, ik ben 33 geworden. Afgelopen zaterdag. Dan ben ik oud. Hey, vaak een lekker weekend gehad. Zeker, Chris. Ik ben namelijk, nou ja, jarig geweest, zeg maar. En nu ben ik oud. En dat is niet fijn. Hoe kan ik mezelf mijn kleding aangeven? Want I owned, dat is fijn. Maar ik wil hem, zeg maar, ook hebben. Even kijken. Extension. Extra long extension. Bring on the sniper rifle, mofos. Bij clothing. Waar zit dat? Clothing. Even kijken, ik heb hem zeg maar gekocht. Ja, hier. Maar customize your appearance. Er staat alleen maar dat ik hem owned heb. Maar waar kan ik mezelf dan die handschoenen aandoen? Dat wil ik ook wel even weten. Gefeliciteerd, dank u. We moeten wel beginnen met spuiten ondertussen trouwens hoor. Je kan trouwens nu ook als je zeg maar hier je muis erop houdt, dan zie je wat het is. Dus dit is ei. Blijkbaar heeft iemand... Eieren tegen het huis van de burgemeester gegooid. Is dat heel handig? Ik denk het eigenlijk eerlijk gezegd niet. En niet, gooi dat uit. Anders dan heb ik elke keer crosshair dirt details. Die moeten uit. Hartstikke idee. Kijk, ik hoef niet per se te weten dat dit ei is. Weet je wel, dat hoef ik echt niet te weten. Dat is helemaal niet interessant. Dat is alleen maar interessant voor meneer de burgemeester. En ik ben geen burgemeester. Nee, de kans dat ik ooit burgemeester ergens van word... is zeg maar 0,000. Ja, ik ben burgemeester van Mytopia geweest, maar dat telt niet, denk ik. Oké, en trouwens, je kan nu ook... Dit zijn maar kleine stukjes die nu vies zijn. Dus het is niet alles.
Het is niet meer dat de hele muur schoon moet. Het zijn nu echt kleine stukjes van een muur. En dat klopt natuurlijk ook in principe wel, want als ze eieren gooien, ja, dan hoef je niet de hele muur schoon te maken. Bij dat menu waar je ook dat langere ding in deed, en dan rechts dat kopje, kloning. Extra long. Maar dan heb je hier... Oh, daar! Oh, goed gezien! Thanks! Oh, dat had ik helemaal niet in de gaten, joh. Lekker, thanks! Kijk, daar heb ik roze handschoentjes. Je ziet er echt geen reet van, maar dat maakt niet uit. Ik heb roze handschoentjes en nu word ik blij. Nu word ik erg blij. Burgemeester van Metopia, geldt dat gewoon? Oh, dat vind ik wel fijn. Dat vind ik wel fijn dat dat gewoon telt. Dus heb ik in ieder geval iets bereikt in mijn leven. In plaats van dat ik alleen maar bezig ben met digitale powerwashers, ben ik ook burgemeester van Metopia geweest. Dat kan ik wel op mijn cv zetten. Want als stel dat ik ooit de politiek in ga, stellen. En dan vragen ze van, ja, maar meneer, wat heeft u dan zeg maar bereikt in uw leven? Dat ik kan zeggen, nou, ik was burgemeester van Metopia. En waarschijnlijk vragen ze dan zich dan af wat Metopia is. Hoppakee, fence wall cleaned. Volgende fence wall cleaned. Maar dat kan ik ze dan uitleggen, weet je wel. Dan laat ik ze gewoon een paar video's zien. En waarschijnlijk zeggen ze daarna, nooit. Jij hoeft hier niet te komen werken, vriend. Dus die kans eigenlijk vrij groot aanwezig. Maar goed, dan kan ik altijd nog digitale powerwasher worden. Goedenavond Esther, welkom bij de stream. Heb je een leuke verjaardag gehad? Ik heb zeker een leuke verjaardag gehad. Het was gezellig. Mijn ouders zijn langsgekomen en de ouders van Bren en mijn broertje is langsgekomen. Dus het was hartstikke leuk. Het was gezellig. Het was klein, maar gezellig. En dat is ook precies hoe ik het hebben wil, want... Oh ja, en die blitse kleurenspuit. Oh, die had ik ook inderdaad. Current loadout, powerwasher. Die heb ik wel. Ja, waar kan je dat doen? Waar kan ik die powerwasher erop gooien? Of die, die extension. Waar zit dat? Extra long, stubby. Cleaning liquids. Waar zit dat? Nou, inderdaad zegt, ik heb dat ding gekocht voor heel veel geld en ik heb hem niet. Controls. Als iemand hem ziet staan, please let me weten. Want ik heb dat ding ergens gekocht, ik zou niet weten waar. Dat is wel typisch ik. Ik koop iets, ik heb vervolgens geen idee wat ik ermee moet doen. Ik weet niet waar die blitse kleurenspuit zit. Ik heb hem vet mooi gekocht. Je zou zeggen bij clothing dan, toch? Maar dat werkt niet. Het is toch wel voor deze powerwasher dat ik hem gekocht heb. Heb ik voor een andere powerwasher gekocht. Dat zal wel vrij dom wezen. Modifications. Prime Vista 3000. Die heb ik toch? Dit is toch de Prime Vista 3000, of niet? Ja, hier. Prime Vista 3000. Bijzonder. Hoppakee. Fence wall cleaned. Gaat wel hard. Dat is wel heel fijn. Als iemand dat even op kan zoeken waar ik dat kan fixen. Please let me know. Wat heb je van Brenda gekregen? Van Bren heb ik gekregen... Ik weet wel wat ik van Evie heb gekregen. Van Evie heb ik zeg maar een tekening gekregen. Goh. En van Bren... Dat klinkt echt heel slecht, maar ik weet het niet meer. Dat is echt heel slecht. Oh. Oh ja, een boek... God, ik moet even nadenken, ik was er even uit. Een boek, Papa vertelt. En dat is zeg maar een boek dat je in moet vullen voor je kind. Dus voor Evie in dit geval. En dat ze dan... current loadout aan de achterste van de drie. Dat is cleaning liquid. Zie je? En dat is de nozzles. Ik zie rechts onderin een zwarte bietstak, kun je daar je kleuren niet aanpassen. Je zou zeggen hier, hè? Daar linksonder. Dus, nou, waar was ik? Ik was aan het vertellen hoe dat staat met het boek. Je moet het zeg maar invullen voor je kind. Over je kind. En als ze dan 18 wordt of zo, dan kan je dat geven als cadeautje. Met allemaal verhalen over hoe ze was als peutertje en als kleutertje. En allemaal herinneringen eigenlijk. En daar ben ik wel echt heel gevoelig voor. Bij equipment zie je een klein driehoekje. Maar ja, dat kan veranderen. Equipment. Zie je een klein driehoekje waar je dat kan veranderen. Jullie zitten hem echt fucken als een malle. Waar dan?
Ryukje rechtsonder bij de power washer. Oh, hier. Oh, jeumig. Sheesh, dan moet je ook goed zoeken, zeg. Hoe ga je dat ooit vinden? Oh, dit is vet cool. Kijk, dit is mijn nieuwe power washer. Nice. Thanks, jongens, voor de hulp. Dat had ik dus echt never nog zelf kunnen vinden. Dat snap je zelf ook, hè? Zo'n sukkel ben ik dan ook alweer. Ik vind wel dat deze burgemeester, ik weet niet wat hij gedaan heeft. Maar hashtag het volk is niet heel tevreden met hem. Hoppakee, rent failing cleaned. Lekker, I got it. Nee, maar ik ben blij dat mijn ouders dat niet gedaan hebben. Oh, dat is toch hartstikke leuk om te weten. Dat is toch hartstikke leuk om te weten hoe je als kleutertje was. En hoe het was om iemand los te laten toen ze de jaren of 12, 13 waren. Dat ze zelf eigen dingen gaan doen. Eerder natuurlijk, maar je snapt mijn punt. Dat is toch hartstikke leuk om dat terug te lezen. Volgens mij heb ik zelfs dat boek ooit nog aan mijn ouders gegeven. Want ik liet hem aan mijn moeder zien. En toen zei ze, oh ja, dat boek heb je ook ooit aan ons gegeven. Heb ik nooit wat mee gedaan, zei ze. Hey, thanks hè. Zit Evie bij jou op school? Nee, Evie is anderhalf, nog niet eens. Dus Evie zit nog niet op school. Als je met anderhalf jaar naar school gaat, dan doe je het goed. Nee, ze zit wel op de opvang. En wacht, ik zal een fotootje laten zien. Wacht. We hebben een fotootje gekregen vandaag. Onze opvang doet om de zoveel tijd fotootjes naar ons sturen via de ouder-app. Wacht even hoor, even kijken hoor. Even kijken. Ze was aan het voorlezen, Tikkie Dik. En ik heb natuurlijk echt 0,0 internetbereik hier in dit hok van me. Het is echt verschrikkelijk. Kijk, en dan gingen ze egeltjes knutselen. Nou, kijk, ze heeft het ook echt in de zin. Zie je dat? Nou, dit is haar stoor me niet gezegd. Van, don't fuck with me, ik ben bezig met egeltjes knutselen, ja. Don't storm me. Komen ze weer met de foto te stel. Komt Evie ook bij jou op school? Denk het wel. Dat is net zo makkelijk, hè. Ik ken de mensen daar. Kan ik er meteen goed in de gaten houden. Als de boel niet bedonder is. Nee, ik denk het wel. Ik ben tevreden over de school waar ik werk, dus ja. Zou het op zich een beetje gek zijn als ik dan zou zeggen van nee, je gaat naar een andere school. Wat ik trouwens ook wel zo snap hoor. Het zijn namelijk best wel veel ouders bij ons op school, of mensen die bij ons op school werken, maar die hun kinderen op een andere school hebben. Wat ik echt best wel snap. Hoppakee, main gate ornament. Kijk, je moet dus zeg maar nu zo meteen gaan snipen met dit soort dingetjes daar. Dat is echt vet hinderlijk. Dat heb ik gezien in de demo video. Mijn moeder is gastouder, superleuk beroep. Dat is zeker een superleuk beroep, absoluut. Is dat ik er geen tijd voor heb, man. Had echt wat voor mij geweest. Beetje chillen, beetje knutselen. Jo, denk wel dat ik kan. Ga jij dan ook lesgeven? Nou ja, zeg maar, de klas komt wel, hè. Dat is zeg maar het idee. Maar dat is echt heel ver in de toekomst, hoor. Dan moet eerst de kleuterschool maar eens door. En ik ben van alles, maar ik ben geen kleuterleraar. Dat ben ik er net even niet. Ik kan van alles, hoor. Ik heb trouwens ook met de kleuters gewerkt. Als invaller, zeg maar. Kijk, de burgemeester heet JJ. JJ. Dat is wel cool als je een hek hebt met je eigen letters erin. Dat is wel vet. Dat wil ik in principe ook op thuis. Ik heb alleen maar gewoon een naambordje, zeg maar. Deze gozer of gozerin. Dat kan ook gozerin zijn. Je hebt gewoon een hek met zijn eigen initialen erin gegraveerd. Dat is wel vet, baas. Oké, dat is die kant. Nog gefeliciteerd met je verjaardag. Dank u. Ik voel me oud. 33 alweer, jongens. High five. Vandaag af, dan kan ik met die tijd het kunnen doen. Ik zit ondertussen bijna een derde van mijn leven op YouTube. Dat is best wel behoorlijk lang. Zomaar ondertussen. Top 5 eurotjes. En dat doet hij zomaar. Staat er ook bij. Zomaar weer. Nou, dat is toch aardig. Dat is toch aardig. Ik hou ervan, voor mensen. Zeker als ze dingen zomaar doen. Je hoeft niet altijd een reden te hebben, toch? Je hoeft geen reden te hebben om aardig te zijn voor mensen. Gewoon zomaar. Gewoon zomaar. Thanks, zomaar. Wordt gewaardeerd. Ik geef jou zomaar een schouderklopje als ik je de volgende keer zie. Gewoon dat ik zo ben. Hoppakee, dat was het hek. Dan dit ding. Zit onder het ei. Gadverdamme. Die speukeritis. Dit valt in principe allemaal nog wel mee. Deze muren. Valt echt wel mee.
Het is zometeen alleen dat huis. Dat wordt één grote terrorbende. En dit hek is ook een stuk groter. Dan ik dacht. Fence post. Hoppakee. Dat is die. Zullen we eerst even die hele muur doen. En dan het hek. Misschien beter. Twee keer drie is altijd goed. Ja, ik vond het echt super tof. Dat al die mensen zeg maar in Zandvoort van de week. Zaterdag. Nee, zondag. Gisteren. Met de Formule 1. Dat ze allemaal mijn nieuwe leeftijd op hadden. Vond ik echt vet tof. Dat was echt lief. Hadden ze heel niet hoeven doen hoor. Hadden ze heel niet hoeven doen. Ze deden het allemaal. Dat was echt super aardig. Allemaal mensen met vlaggen. Met 33 erop. Dat is echt lief. Lijkt me wel grappig. Gewoon met je vader naar school toe. Hij gaat aan het werk. De ander gaat leren. Ja. Ik heb ondertussen een berichtje hieronder staan, zeg maar. Onder mijn facecam. Er is iemand aan het sturen. Burgemeester Jeff Jefferson de 13e. Die is helemaal onder de indruk van de verschillende kleuren eiergeel op zijn muur. Op zich. Snap ik ook alweer. Eiergeel kan allerlei verschillende tinten aannemen. Van, zeg maar, een beetje gifgelig. Tot eigeel. Tot citroentjesgeel. Tot vanillegeel. Allemaal verschillende kleurtjes. Allemaal mooie dingen. Fanscap. Hoppakee, fanscap die. Het nadeel van dat is een heel klein stukje op... Ja, hoppakee. Het is een heel klein stukje op zo'n hek dat je het niet meer kan zien, zeg maar met die tap. Is dat je eigenlijk een heel klein stukje mist. Als je een heel ding moet doen, dus de hele muur zeg maar. Dan zie je precies wat je wel en wat je niet geraakt hebt. Nu zie je dat bijna niet meer. Mensen zijn attent, hè? Ja, ze zijn zeker attent. Heel attente mensen. Ondertussen ook 74 mensen in de kijkerschat. Hartstikke gezellig. Mocht je nog een likeje gedaan hebben, smash hem er even op. Ik zie dat we al over de 33 likes zijn. Dat is ook heel tevreden. Daar word ik heel tevreden mee. Mocht je nog een like gedaan hebben, smash hem er even op. Is goed voor mijn ego, trouwens. Is goed voor mijn ego. Kun je het hek open doen of moet je er overheen klauteren? Nou, volgens mij kan je er dus niet overheen klauteren. En dat is dus het vervelende. Want je moet zomaar zometeen van een afstandje gaan snipen. Beetje Call of Duty, maar dan anders, zeg maar. Dus je moet met die long extension, die extra long extension, moet je al dat eigeel van zijn dak af gaan zitten snipen. Je hebt één hek overgeslagen. Ja, dat hek, ja, ja. Maar ik heb eerst de muur. Eerst de muur, dan de hek. Voor mij heb ik voor de rest alle muren gehad, hoor. As far as I know. Hoppakee, nog een klein stukje. Dat is die, dan deze. Papapam. Mooi hoor, het is wel een mooi huis trouwens. Voor de burgemeester. Ik wil ook burgemeester worden, zodat ik ook in zo'n huis kan wonen. Dat lijkt me wel wat. Dat is de fence cap. Je moet goed mikken. Ik kan vet goed mikken. Ik ben echt de beste mikker ever. Als mensen vragen, wat kan jij goed vaker? Dan zeg ik, mikken. Jazeker. En dat weten jullie allemaal, hè? Ik ben vet goed in mikken, zeker in deze game. Totaal niet. Maar we hebben de tijd. Heb je haast? Ik heb geen haast. Ik val op zo'n gat vandaag. Ik heb helemaal geen haast. Ik heb alle tijd van de wereld. Alle tijd, alle rust. Fence post, op. Kijk, het zit ook een... Het is wel aangekoekt. Het zijn helemaal aangekoekte eierresten. Vind je hem niet zo mooi? Vind jij dit huis niet zo mooi? Nou, dan heb je pech. Dan mag je niet bij mij in mijn achtertuin komen wonen. Dit huis is awesome. New job is available. Dat kan goed wezen. Maar een echte power washer doet eerst een baantje afmaken en dan naar het volgende baantje. Dat is hoe een echte power washer dit doet. Je kan er niet zomaar naar een andere baan over springen. Dat kan niet. Dat moet de burgemeester wel niet van bedenken. De burgemeester heeft mij uitgenodigd om zijn huis te komen spuiten. Dan doe ik dat ook. Jack Jefferson of Jeff Jefferson, of hoe die vent ook heten mag. Maar Jeff is wel een mannennaam over het algemeen. Dus ik ga ervan uit dat de burgemeester een man is. Of nee, een persoon heet dat tegenwoordig. De burgemeester is een persoon. Zeg maar. Hoppakee. Bijna schoon. Dat is die. Dan alleen deze poort nog. Wat ik wel mis in dit level zijn de grote stukken.
Dan kun je wel de wiggle-wiggle straal erop zetten, maar dan moet het heel langzaam gaan. Is dat erg? Wel, nee. Nee, helemaal niet. Wiggelen-wiggelen moet gewoon goed gebeuren. Wiggelen-wiggelen. Hoe laat breng jij of Bren even altijd naar bed? Meestal rond 6:30 ongeveer. Ze gaat vaak eerst in bad. Zeker als ze naar de opvang is geweest en is ze gewoon helemaal vies met zand en dat soort dingen. Dus dan gaat ze eerst in bad. En dan ligt ze er uiterlijk 7:00 in. En vanuitgaand dat ze meteen gaat slapen en gaat liggen en niet moeilijk doet. 9 van de 10 keer doet ze niet moeilijk hoor. Als ze zo moe van zijn dag afgebult wordt op het kinderdagverblijf. Dan gaat ze wel redelijk vlot slapen. Dat doet ze meestal wel netjes en vrij vlot. Alleen ze wordt tegenwoordig 's nachts af en toe wakker. Dat deed ze eigenlijk zelden. Maar nu had ze wel zoiets van... Afgelopen tijd dan hoor. Niet eens elke dag. Maar ze gewoon random in één keer wakker worden. Oké, waarom heb ik de hele muur gehad? We zitten op 66%. Dat betekent dus nu, dat ik nu... met mijn sniper... deze shit er vanaf moet blazen. Hoppakee, garagemuren. Ah, met de wiggle wiggle gaat het wel redelijk vlot. Met de wiggle wiggle moet je dus al die eieren eraf lopen spuiten. Waarom doet die vent niet gewoon even de deur open? Dat zal mijn leven zo makkelijk maken. Garage dak. Moeilijk hoor dit. Let op dat je niet 69% mist. Dat zou zonde zijn. Nee, dat is waar. Hoppakee. Bijna 69%. 68% zit erop. Kun je eens proberen om het hek open te doen? Kan niet. Ik heb geen hekkie. Ik heb geen sleutel. Dat is het hele idee van deze longe extension waarschijnlijk. Dat ze je eerst dit level geven, zodat je snapt waar die voor is. Nou, ik snap wel zeker waar die voor is. Grote afstanden. Daar is die voor. Dat is dus de bedoeling... dat je dat oefent met dit level. Oké, 69%. Zoek het uit. Zoek het uit. We zijn klaar. Ja, we zijn klaar. 69% is beste procent. Beter procent dan dit wordt het niet. Dat was de garagemuur. Lekker. €3 voor de garage. Sinds jaren weer de vaco kijken. Welkom terug, Vince. Welkom terug. Ik hoop dat je deze keer niet weer jarenlang weg blijft. Want ik was best wel verdrietig dat je vertrok, zeg maar. Ik had echt zoiets. Ik heb al jarenlang lager zitten denken. Waar is Vince? Waar is Vince van Erik? Hij is vertrokken en laat toch niks meer van zich horen. En dan ben je eindelijk weer Vince. Welkom terug. Thanks, chef. Leuk dat je er bent. Dat was de garagemuur. Het valt allemaal best wel mee met die vlekken. Ik dacht allemaal best moeilijk, maar... het is natuurlijk eigeel. Want het lost best wel redelijk makkelijk op. Dus het is niet heel erg aangekoekt of zo. De burgemeester is niet heel gastvrij inderdaad, Mark. Hij is niet heel gastvrij. Snap ik ook wel. Als je burgemeester bent, dan ben je belangrijk, weet je. Dan moet je dus niet iedereen op je huis, op je tuin willen. Dat gaat mis. Dan willen ze allemaal je handtekeningen zo. Je kan af en toe ook gewoon deze gebruiken. Dat is ook wel fijn. Voor sommigen is deze nog steeds de beste, hoor. Met sommige van die klusjes. Wall base. Hoort dit bij dezelfde wall base? I guess niet. Dat was die dus. Dat is wel echt... oh god. Nee. Daan, het is geen fucking goedemorgen. Het is niet een goedemorgen. Het is niet een goedemorgen, vriend. Hij zet er ook bij. Goed. Zo, jemig. Je bent Gaston niet. Je bent Gaston niet. Alhoewel, misschien ook wel. Misschien ben ik Gaston wel. Dat zou wel vet cool zijn, Dan. Dat zou echt shout-out naar jou zijn. In dat geval. Thanks, chef. Lekker. Doe me denken dat ik binnenkort ook misschien weer een Zelda moet spelen. Zelda was awesome, alleen dat niemand die het leuk vond. Chip. Hoe kan er eigen op het huis komen dan? Nou ja, er waren protestmeneertjes en mevrouwtjes. En die gingen met eieren gooien en zo. En misschien was Daan er. Die deed alsof die Gaston was. En toen gingen mensen met eieren gooien en zo. Dat kan allemaal. Je weet het niet. Je was er niet bij, dus je kan niet judgen over de situatie. En misschien wordt deze burgemeester er zelf wel heel blij van als hij zijn huis met eieren versiert. Weet jij veel. Rare mensen heb je tegenwoordig hoor. Je hebt hele rare mensen.
Dat is Wallbase. Het valt best wel mee, dit level. Zeker deze grote vlek op het huis. Dat valt echt allemaal mee. Het lijkt allemaal een stuk erger dan het is. Hoppakee, het valt allemaal reuze mee. Platform. Hier, hoppakee. We zitten al op 80%. Taco eet taco. Zeker. Dat is trouwens niet echt waar. Ik eet niet zo heel vaak taco's. Ik zeg, taco's zijn wel lekker, maar niet te vaak. Als ik dan toch mag kiezen, liever burrito's. Als ik dan toch mag kiezen. Burrito's zijn ook awesome. Burrito's zijn yummy yummy. Ik denk dat we die één keer in de twee weken eten. Hier. Wel met een pakje, hoor, van Knor. Kom op, zeg. Kan je niet de tuin in? Ja, helaas niet. Maar ik heb dus zeg maar een nieuwe extension gekregen. Een nieuwe uitbreiding voor mijn power washer. En dat is zeg maar de sniper. Tenminste, ik noem het de sniper. En ik denk dat de bedoeling van dit level is dat je leert om te gaan... Daan. Thanks, Daan. Lekker bezig, chef. Nee, jij bent een ei. Ik ben geen ei. Ik ben... Oh. Dat is niet waar. Ben ik een ei? Ik heb wel het geheugen van een ei. Dat klopt op zich wel. Ik ben geen ei. En wat dan nog, hè? Een eitje hoort erbij. Eitjes mogen er ook zijn, weet je wel. Wat ben jij eicistisch? Alsof eitjes er niet mogen zijn. 85% zit erop. Heel goed. Hey, thanks voor het abonneren. Lekker bezig. Houden we van. Mocht je nog niet geabonneerd zijn trouwens, ga dat eens even doen. Want ik word boos als je mensen dat niet doen. Ik ben echt heel boos dan. Het zit zelfs op zijn raam boven op het zoldertje. Roof pediment heet dat ook echt. Roof pediment. Het is moeilijker dan je denkt hoor, daarboven. Hoppakee, dat was de roof pediment. Want ook met die sniper kom je niet eeuwig ver. En je moet zeg maar net iets eronder mikken dan waar je denkt dat je bent. Want je denkt dus dat je onder... Hoe moet ik het nou uitleggen? Het is moeilijk. We hebben trouwens 69 kijkers. Nice. Het is vanaf nu verboden om deze livestream te verlaten of erbij te komen. Dat is verboden. 69 mensen is zeg maar het perfecte aantal. En ik doe toch even de wiggle wiggle hoor. Wiggle wiggle, daar wordt de mens veel blijer van dan dit. Hoppakee, dat was het dak. Het is wel vrijgevig zeg maar, dit level. Het luistert niet heel nauw of dat je hem allemaal geraakt hebt, ja of nee. Hey, een nieuwe streambaas. Lekker bezig, Daan. Lekker bezig. Daan knalt even het laatste HP'tje van de streambaas eraf. Thanks, Daan. Dit is mijn laatste euro. Lekker, Daan. Lekker. Lekker. Dat is altijd wat leuker in de streambaas. Dat je dan gewoon met één heel klein simpel dingetje eraf kan kicken. Dat is wel tof. Dat hebben ze wel leuk bedacht. Upskay. Vaco is baas. Dat is waar. Heb ik het best. Ik ben het helemaal met die stelling eens. Ik denk dat mijn moeder hetzelfde zou vinden, Epica best. Dat denk ik echt. Dat denk ik echt. Ik denk dat mijn moeder het helemaal met jou eens zou zijn. Dit is een stairs. Dit is een stairs ornament. We zitten al op 90%. Het gaat best hard. Hier heb ik toch nog ergens een ding gemist. Van die column. Dus ik mag niet meer weggaan. Nee, het is verboden. Waar is het nog? Het is verboden om te vertrekken van deze livestream. Dat is gewoon, nou, dat is gewoon een toestand. Als je dat wel doet, kom ik je halen. En dan kom ik je s'nachts helemaal nat spuiten met mijn power washer. Zo ben ik. Dat ik deze wiggle-wiggle-order zo vaak zou gebruiken. Normaal gesproken gebruik ik hem niet zoveel, maar bij dit level is hij wel zeer handig. Is hij zeer fijn zelfs. Het huis van meneer de burgemeester. Waarom mag ik niet gewoon even binnenkomen van die burgemeester? Dat maakt het wel erg moeilijk hoor. Dat moet nog ergens daar. Kijk, zie je wel. Dat valt onder de categorie platform. Nou, is raampie. Vaak speelt spellen dat niemand anders speelt. Dat is vet. Is het? Er is toch wel een andere Nederlandse YouTuber die deze game speelt, of niet?
Of is YouTube Nederland zo treurig geworden dat niemand Powerwasher speelt? Dat zou wel vervelend zijn. Ik vind dit bijvoorbeeld echt een game voor Ronald om te spelen. Vind ik echt iets voor hem. Ondertussen, Marleen. Trot 3 euro'tjes. Thanks Marleen. Lekker. Je maakt me wel echt vrolijker dan wat de afgelopen weekend gebeurd is. Ja Marleen, weet je, ik kan er niks aan doen. Ik heb het niet gedaan. Ik heb zeg maar geen scoutingclubhuis in de fik gestoken. Ik zou niet durven. Ik zou het echt heel erg vinden als dat gebeurt. Dat is wel sneu. En dan zit je ook nog eens een keertje helemaal in het Zwitserland. Ik kan niet eens wat doen. Zaterdag gingen we slaan met doeken in de keuken. Ik was zo hard geslagen dat ik nu een zieke plek heb daar. Een zieke plek, jongen. Wat is er nieuw in de update? Nou, onder andere dit level. Die is nieuw. Je kan nu een extra lange extension hebben. Zodat je wat makkelijker heel ver weg kan spuiten. Je hebt skins voor je powerwasher. Dat is ook wel heel erg tof. Je kan... Kan ik dit raken van de vier? Oh, waarom doe ik altijd zo moeilijk, man? Ga gewoon met dit ding. Kijk dan. Wat is dat? Ga gewoon met dit ding. Nou, zeg. Vooral nieuwe levels. Dat is het belangrijkste. Ik had alle levels uitgespeeld. En dan is het wel saai. Al is het trouwens wel echt een challenge mode in deze game. Om binnen 3 minuten die blauwe auto te wassen, onder andere. Nou, dat is haast niet te doen. Ik heb het al 20 keer geprobeerd. Het lukt me echt niet. Ik heb het 100 keer geprobeerd. 80.000 keer. Lukt niet. Moeten we dan ook nog een fence cap doen. Oké, nu alleen de fence cap mode. Dus er is één van die fence caps die is niet helemaal gelukt. Deze fence cap, die fence cap, die fence cap. Deze. Deze is niet helemaal gelukt. Maar nu wel. Lekker bezig. Job completed. Poink. Job completed. Kijk daar jongens. Deze burgemeester. JJ, Jeff Jefferson de 13e. Die heeft een mooi huis. Die heeft een mooi schattig huis. En hij heeft een mooie gouden poort. Ik denk dat deze knaap heel tevreden kan zijn. Kijk dan hoe we dat gedaan hebben. Systematisch. Maar toch random. Lekker hoor. Mijn koffie wordt koud trouwens. En jij, vriend, jij moet hier blijven. Want we moeten 69 kijkers blijven. $350 hebben we ervoor gekregen. Dat is goed geld. Er zijn dagen dat ik ze zeg maar niet verdien. Oh. Volgende level. Ik denk dat Evie hier echt heel erg blij van zou worden. Als Evie hierop mag. Oh, heerlijk. We moeten een draaimolen doen. Niet herriemachines. Gelukkig zitten die niet in deze detonatie sound selectie. Dat is wel heel fijn. Anders gaan we die ellende ook hier krijgen. Dat wil ik niet. Oh, een muziekje. Wacht. Er moet deze muziek uit. Wat mooi. En daar word ik vrolijk van. Hier word ik nou echt heel vrolijk van, weet je wel. Maar zelf vervelend, hij draait. Kan hij niet gewoon stilgezet worden? Hoe kan ik godzak ooit powerwash als dat ding draait? Wat een ellende. Hoe ga ik dit ooit doen? Als ik hem zo stil hou? Ik blijf gewoon hier stilstaan. Wordt hij vanzelf schoon. Dat is handig. Het is net rollercoaster. Nee. Echt niet. Kijk dan. Dat is handig. Ik ben... Oh no, dan is hij niet helemaal perfect rond. Oh, moest hij bewegen. Wauw. Mooi hoor. Op de rode knop. Dat was saai. Hij is veel beter.
Dat is goed. Dat is shit. Blijf gewoon staan zo. Oké, hoe gaat het met jullie verder? Ik wil een power washen, ja? Dit is echt een level voor lui mensen. Ideaal voor mij. Ah. Wacht. Oh. Ik kan mee. Ik kan gewoon op. I like it. Oké. Wacht. Ik wil dus een groot mogelijke area hebben. Metal cleaner. Mijn metal cleaner is op. Nou. Ik weet niet wat erger is. Herrie-machines of dit? Vakken voelt zich wel jong. Ach man, ik ben net 33 geworden. Dat is jong. Jong vergeest. Oud van life. Oh, hier is nog heel veel vies. Eerste dag op school met 2 uur slaap. Ja, dat is zeg maar niet handig. Hè? Nee, dat is niet handig, Vince. Dat is niet handig. Moet je niet doen. Dat is dom. Domme Vince, mag niet. Waar zit het dan? Hier, aan de randjes waarschijnlijk. Kijk, hier zit nog wel wat. Het is niet veel, maar het is wel wat. Hé, hey, 10 euro daarvoor. Lekker. Oké. Wat is nu het dingetje? Deze rand. Wat is dat voor iets? Metaal. Ik word agressief in deze muziek. Het mooie is dat er echt geen herrenmachines in deze hele soundbite zitten. Dat is beter. Ik denk herrie-machines, die zijn het ergst. Maar er zijn helemaal geen herrie-machines in deze donatie-soundfiles. Die heb ik niet ingesteld. Die zou ik handmatig moeten instellen. Daar ben ik te lui voor. Zet hem uit dan. Daar ben ik ook te lui voor. Het is maandagavond, weet je wel. Dan ben ik lui. Misschien wat zeep kopen. Ah, dat kan wel. Is het metaal? Ja, het is metaal. Wacht. Cleaning liquid. Wacht. Soap nozzle. Oh, wacht. Moet in de winkel kopen natuurlijk. Metal cleaning shit. Waar is die spul? Hier. 6 flesjes. Alles gekocht. Koop alles. Het vervelende wel van deze soap is, als je maar een klein stukje gemist hebt, dan is het nog maar een heel klein beetje wat je dan nog moet spuiten. Maar het is heel moeilijk om dat terug te vinden. En dan denk ik dat je deze grote dingen eigenlijk beter niet met zeep kan doen. Ik kan beter dit soort dingen van zeep doen, die zijn van plastic. Of dit, dat is van metaal. Oké, dat gaat veel beter. Dan trekt het er echt goed in, maar ik moet systematisch te werk gaan. Ik weet het is niet helemaal mijn ding, maar het doet wel. Wat we eerst deze rand maar eens doen zonder zeep. Zeep is alleen als het echt te goor is. Goor. En ik moet trouwens even deze man zetten. Zelfs kijken. Oh. Zit op 57 likes trouwens met z'n allen jongens. Doe even een like voor muziekje. Ik word hier blij van deze muziek. Hoef ik ook geen copyrighted muziekje op de achtergrond aan te zetten. Dat is wel fijn. Vrijdag is er misschien het aan. Nee. Dat level duurt 4 uur, man. En ik moet om 8 uur 's avonds pas gaan streamen. Dus waarschijnlijk ben ik pas tegen middernacht klaar. Please laat me een beetje een rustig begin van mijn weekend hebben. Dat is niet wat een mens wil. Een mens wil rustig beginnen. Van zijn weekend. Zo dichterbij, jazeker. Hoppakee, dat was al 20%. Lekker, het begint ergens op te lijken. Jazeker. Kijk, hier heb ik dus hele stukken gemist. Goor. Ik heb vandaag strepen op mijn auto laten zetten op motorkap, dak en kofferbak.
Oh, dan gaat hij extra hard. Dat heb ik ook gezien. Als je strepen op je auto hebt, dan gaat hij 2 keer zo hard. Dat is echt zo. Tenminste, dat is een GTA zo, dus dat zal ook in het echte leven wel zo werken. Kijk, nou zijn het dus allemaal van die kleine klotenstukjes waarschijnlijk aan de onderkant. Ja, hier. En dat telt dus allemaal mee. Dus mag je die hele onderkant nog eens een keer kruipend gaan doen. Maar is niet erg. Powerwashen is niet zomaar iets, dat is een levensdoel. Als ik moet kruipen om te spuiten, dan doe ik dat. Helemaal niet erg. Deze levels lijken wel iets genereuzer dan die andere levels, qua hoeveel je nog moet doen. Dat is nu echt bijna klaar, zeg maar. Hier, hoppakee. En ik moet nog best wel een stukje. Je hebt je streamtijd toch aangepakt? Ja, aangepast. Eerst zeker, ik stream vanaf 8 uur tegenwoordig. Dat komt vooral omdat ik dan nog even kan sporten daarvoor. Dat wil ik ook weer oppakken. Dan ben ik ook weer veel te luier geworden. Dus dan dacht ik, dan kan ik voor het streamen sporten en nog even douchen. En dan kan ik dan streamen. Dus vandaar. Dan heb ik tijd om Evie in bed te doen, Evie in bad te doen. Dat soort dingen niet, joh. En dan kan ik daarna streamen. Maar ja, kijk, soms heb ik ook wel tijd om uit school te sporten en dan doe ik het gewoon dan. Maar ik vind het wel fijn om gewoon 1 begintijd te hebben met streamen. Dat het niet de ene dag 7:30 is en dan weer 7:15. Dat is voor jullie ook niet handig. Dus je kan er voorlopig even vanuit gaan. Maar heb ik alles gehad, hè? Ja. Kijk, zit hier allemaal tussen, man. Gadverdamme, maar kijken. Wat zit hier allemaal tussen, mama? Kijk, wat goor. Altijd goed tussen de randjes schoonmaken. Haal een beetje een kleine zusje. Ik heb geen zusje. Ik heb geen zusje. Ik heb een dochtertje, maar geen zusje. Ik heb wel een broertje. Maar die is ook 30. Dus denk dat hij zichzelf wel redt. Stream lief vast. Potverdorie, wat is dat nou? Ah, bij mij niet. Dat is gek. Ik heb 0 gedropte frames, dus aan mij ligt dit. Hoppakee, outer platform is clean. Diedere, of derdere, die wil kaas. Snap ik. Ik wil ook kaas. Want kaas is zeg maar baas. Gewoon om 10 uur gaan beginnen. Ja, doei. Doei. Ik moet morgen zeg maar ook gewoon nog werken, weet je wel. Ik heb helemaal geen tijd om 10 uur te beginnen. Ik heb wel tijd om een grote paal schoon te spuiten. Dat heb ik wel tijd voor. Dochtertje is ook goed. Ja, met mijn dochtertje gaat het uitstekend. Even, die redt zich wel. Even, is de eigenwijs om het slecht met te laten gaan. Die maakt haar eigen geluk wel. Liep hier ook vast. Nou, blame YouTube. Ik heb er niks van invloed op. Ik geef dat ding stilzetten. Ik word hier agressief van. Ik kan niet eens die paal goed schoon spuiten. Hoppakee, waar is mijn schone paal? Even kijken hoor, hier. Even kijken hoor. Kijk, hoppakee. Ik heb een kijk. Daar komen we tenminste ergens. Maar dan staat die paarden staan vlak voor mijn paal. Aan de kant, paard. Zo, hoppakee. Staan ze nou weer in de weg? Ze staan weer in de weg. Tomma. Klote paarden. En. Uit. Beter. Hoppakee. Kijk, dan heb ik tenminste de ruimte, weet je wel. Diederen. Ja, hier, kijk, zie je hem wel? Ik ben meester, weet je wel. Meesters spreken namen altijd in één keer goed uit. Dat is altijd zo. Leerkrachten kunnen altijd namen perfect uitspreken. Die maken nooit een foutje. Nooit. Ik maak nooit een foutje. Nooit. Nooit. Het is ook helemaal niet zo dat ik mijn groep 6 moest tracteren, omdat ik hun namen allemaal niet goed had. Dat is helemaal niet waar. Dat ontken ik gewoon. Dat is wel echt vies, man, deze onderkant van de paal. Hij is vies, Patrick. Maar waar zit het dan? Daaronder. Daar. Hoppakee. Wat een gore paal. Deze paal moet schoner. Oh, een mooi schone paal. Thanks voor het abonneren, Niels. Dat heb je 10 keer geroepen, gozer. Dus het zal wel waar zijn, denk ik dan. Kijk, we zitten allemaal aangekoekte stuk op deze paal. Gadverdamme.
een vieze paal. Hoppakee. Behalve Vince mentoren. Ja, maar dat doen ze expres, Vince, om jou te pesten. Dat doen ze expres. Zo zijn mentoren. Mentoren doen het expres. Oké. Ik ben Misha en mijn docent noemt mij Wiegert. Oké. Dat is uniek. Ja, nee, die snap ik dan weer net even niet. Wiegert lijkt niet eens op Misha. Misha is wel een goede naam trouwens. Misha. De onderkant van deze paal is bijna klaar. Even een beetje tussen de randjes. Hoppakee. Kijk dan man, de viezigheid op de paal. Bah. Geloof je meteen? Dat dacht ik ook, Roy. Dat dacht ik ook. Dat moeten mensen sowieso vaker doen. Mensen moeten maar vaker geloven. Ik weet niet waarom mensen maar nooit zo geloven. Ik spreek altijd de waarheid namelijk. Altijd. Dat is regel 1. Paco heeft ten eerste altijd gelijk. En ten tweede spreek ik altijd de waarheid. Hoppakee, weer een paal schoon. Ik ben erg goed in palen schoonmaken. Als iemand nog ergens een vieze paal voor me heeft, ik kom zo schoon spuiten. Zo ben ik. Ik weer zo mijn muziekje. I need to put mijn muziekje back on. Alleen dan kan ik niet deze palen schoon spuiten. Dus het is even het muziekje opofferen ter eer en glorie van de paal. Maar ik zet hem zo meteen wel weer aan. Als ik deze palen schoon heb, mag de muziek weer aan. Wat voor streams zijn er de komende tijd gepland? Nou, ik zou zeggen, kijk even op de homepage. Op de voorpagina. Want ik heb hem voor maandag tot en met zondag heb ik streams ingepland. Dus als jij wil weten wat we gaan streamen de komende paar dagen, dan nodig ik je van harte uit om de geplande livestreams te checken. Want maandag tot en met zondag heb ik shit ingepland. Ik weet niet of het ook allemaal gaat lukken hoor. Tot nu toe heb ik het idee van, ja, voor mij gaat het allemaal wel goed komen. Dat zou natuurlijk altijd kunnen, dat er ergens in één keer random iets tussen komt, hè, weet je. Dat ik in één keer denk van, ik moet toch iets anders doen ineens. En dat ik dan zeg, zoek het uit, met jullie stream, zoek het uit. Staat het als een paal boven water. I see what you did there, Beun. I see what you did there, en ik waardeer het zeer. Absoluut. Absoluut. Als jij met die grapjes optreedt, dan sta je zeker niet voor paalbeun. Hoppakee. Wat is er nou weer aan de hand? Ik ga toch hartstikke goed rooien. Ze ben aan het zeuren. Mijn auto heeft wel een wasbeurt nodig. Dan rij je hem naar de plaatselijke schoonmaakbende en dan laat je hem daar gewoon spuiten. Hoppakee. Ze hebben wel een plaatselijke schoonmaakpool bij jou in de buurt. Nou, dat duurt de hele dag niks anders. Dat kan niet vet goed. Hoeveel die palen zijn er nog, man? Ik krijg paaljeuk ondertussen. Ga je paal dansen? Zeker. Daar ben ik vet goed in. Het schijnt nog echt vet vermoeiend te zijn ook trouwens. Dus ik denk niet dat ik dat moet proberen. Maar het schijnt echt heel zwaar te zijn. Ik heb het nooit geprobeerd. Maar het is echt zo. Hoppakee. Woepa. Alleen denk ik dat deze palen te dik zijn om mee te dansen. Voor mij moet er een hele dunne paal voor hebben. Ik heb hier alleen maar hele dikke palen. Oké. Deze kant. Kijk, de ene paal is ook veel aangekoekter dan de andere. Sommige palen zijn heel schoon. Hoeveel van die palen moet ik nog? Oh, dit zijn de laatste twee. Oké, heel goed. Palen helemaal zat. Jeukdaam. Jeukrug. Beter. Zo. Staat het als een paal? Ja. Je is een echt vet grappig man. Dit is een echt vet leuk. Jullie moeten echt wat doen met die humor voor jullie. Was het leuk in het zwembad met Evi? Jawel. De laatste keer dat ik met Evi in het zwembad was, is ruim 2-3 weken geleden. Ah, meer. 4. Vakantie was de laatste keer. Bren is sindsdien nog wel een keertje geweest, maar ik ben... Met Evie ben ik op vakantie of het laatste in de zwembad geweest. Was wel leuk. Was wel leuk. Evie houdt van water. Evie houdt van zwemmen. Hoe kan die draaimolen zo vies zijn? Ja, ik vraag het me ook af, Niels. Ik weet niet wat die mensen allemaal doen in dit leven. Maar dan zie je maar het belang van je handen reinigen. Hè? Mensen zeggen de hele tijd, dat moet je niet doen. Oh, is vervelend, slecht voor je handen en zo.
Ik zeg dan ten eerste, A, denk aan de corona. En ten tweede, kijk wat het resultaat is. Dit is dus allemaal mensen die hun handen niet willen schoonmaken. Met van die wasgel, weet je wel, die je overal ziet staan nog steeds. Voor mij doet echt niemand het meer, behalve bejaarden. Kennen jullie iemand die nog elke keer netjes zijn handen schoonmaakt? Met die schoonmaakzooi die overal ziet staan? Ik echt gewoon, zeg maar, niet. Ik ken echt niemand meer die dat doet. Ja, mijn moeder. Mijn moeder waarschijnlijk. Die doet dat waarschijnlijk toch heel trouw, maar... Ik denk, nee, de rest niemand. Ik denk dat alleen mijn moeder nog schoonmaakt met het spul. Omdat het moet. Niet omdat ze zo bang is om corona te krijgen. Ik snap echt niet waarom dit zo vermakelijk is. Ik ook niet, Chris. Ik ook niet. Maar ik snap wel dat het een basisgame is. Die jullie allemaal moeten spelen als je dat nog niet gedaan hebt. Anders dan word ik heel boos. Oké. Alle palen zijn schoon. Dat betekent tijd voor feestje. Alle mooie schone palen. Prachtig. Oh. Waar zijn jullie heen geweest op vakantie? Wij zijn naar Holten geweest. Holten. Dat schijnt in Gelderland of in Overijssel te liggen. Ik weet niet precies waar. Ergens daar. Dit gaat heel efficiënt. Wel het verzorgingshuis waar ik vrijwilligerswerk doe. Ja, maar daar zitten allemaal bejaarden, zeg maar. Dus die zijn allemaal nog gehoorzaam. Ik ken voor de rest echt niemand meer. Wacht, laat ik daar niet al mijn spul voor gebruiken. Oh. Dit is beter. Heb je een tip voor veel stress op school? Ja, leer je toetsen goed. Dan heb je geen enkele reden tot stress. Dat is echt waar trouwens. Bij landbouw in Holte. Zeker, daar. Camp, hoe heet het daar? Twen Haarsveld heet het daar geloof ik. Minder de school gaan. Ja, dat kan ik als leerkracht natuurlijk niet aanraden. Snap je zelf ook wel. Roy, dat snap je zelf ook wel. En dat is waarom jij mijn hoofd schoonmaak bent. Aan de binnenpaal, hoppakee. Ja, een beetje leraren pesten, dat kan toch niet iedereen? Dat kan niet. Onacceptabel gedrag. Ga je maar melden. Ontspannend spelletje, dat is het zeker. Ik snap ook niet dat niet veel meer mensen dit spelen. Als je de hele dag hard gewerkt hebt, dan is dit spelletje zeer ontspannend. Bren snapt het niet, ik snap niet waarom. Die wordt er heel blij van. Wees ik word hier heel blij van. Ik zit al dagen te verheugen op maandag. Toen wist ik namelijk dat ik de update kon spelen. Wat vind je van de race van gisteren? Awesome. Ik vind die Nederlandse fans vind ik echt zo baas. I love them. Shout out naar Nederlandse fans. En Bottas, hè? Bottas gaat naar Alfa Romeo, zag ik vanmiddag op de Twitters. Bottas is het team uitgegooid. Van Bottas. Gun je hem ook niet, die jongen? Gun je hem ook niet. Arme Bottas. Oké. We gaan best goed met dit ding trouwens. We gaan echt best goed. Centerpole trim heet zo'n ding. Oké, dit is ook centerpole trim. Ik heb vandaag leraren geplaatst. Moet niet doen, Rick. Leraren pakken je altijd terug. Vind je Mazepin ook de beste F1 coureur? Zeker. Hashtag Mazepin naar Mercedes. Sowieso. Kijk wat al lampjes. Daar wordt er vrolijk van. Ja, wat die Mazepin in de Formule 1 doet, is wel echt een godsraadsel. Behalve dan de papa centjes heeft. Papa heeft centjes en daarom zit hij in de Formule 1. Dat is de enige reden dat die gozer er zit. Ik noem die gozer nog steeds Mazepin. Ik weet het, maar het is pesten. Mag niet, stop pesten. Pesten is niet leuk.
Behalve mijn mazenpin. Mazenpin verdient het. Extra cleaning liquid. Lekker. En een nieuw job. Ik ben op 40%. 40% is zeg maar... niet heel veel of zo. Ik denk niet dat Bren DM met jou zit. Jeffrey, dat denk ik zomaar. Ik weet niet waarom. Het zit echt zeg maar overal in die randjes. FBI, open dan! Bak op met je FBI. FBI is ook randjes aan het rennen. Zien jullie dat? FBI wil graag ook op mijn draaimolen. Dat mag niet. Dat mag niet. Ruben ondertussen. Dropt. Nee, 3 wat ik zeggen. 7,50 euro is op deze livestream. Thanks, Ruben. Awesome saus. Helaas, hoe gaat het nog steeds bezig met dit level? Ja, dit is zeg maar een level waarbij je alles rustig aan heel systematisch moet doen. Als je een stukje overslaat, dan zie je het nooit meer terug waarschijnlijk. Hoppakee, center core frame. Dit is wel een moeilijk level, omdat alles draait. Dat is heel vervelend, Ruben. Dat is heel hinderlijk. Aan de andere kant, het is wel een uitdaging. Ik hou van een uitdaging. Ik ben zeg maar spuitpro. En dan ben je al snel op zoek naar een uitdaging, hè. Dat er geen uitdaging in dit level zit, heeft helemaal geen nut. Ik wilde juist met die updates weer nieuwe uitdagingen. En nou, die heb ik gekregen. Ik vind deze landers aanstel. Zag hoe vol die tribunes zaten. Mooi, man. Ik hoop dat ze het allemaal geweldig nog eens in gehad hebben. Al klaar met de corona ondertussen. Maar als dat kan, dan kunnen ze ook gewoon weer die festivals doen en zo. Dat kan allemaal prima. Als iedereen getest is en gevaccineerd is, is er niks aan de hand. Waar zit het dan, hè? Het vervelende, zeg maar, dit level is ook veel geel. En als je op je knopje drukt om de viezigheid te zien, dan ligt het geel op. Maar ja, je ziet het niet. Want het is ook al geel. Control panel. Dat is die. Het is erg moeilijk, dit level. Je denkt, dit doe je effies. Niet dus. Als jij dit level ook gaat spuiten, je verkijkt jezelf erop. Je verkijkt jezelf er echt op. Kijk die zijkant aan, man. Zo goor. Zo goor. Bah. Ik hoef niet eens een herrie-machine hier te kopen voor herrie. Nee, gelukkig niet. En bovendien zitten er geen herrie-machines in deze donatie sound selectie. Ik heb hier andere geluidjes. Ik was die herrie-machines wel een beetje zat. Als de herrie-machines willen, moet ik die weer helemaal ingestellen. Weet je hoeveel werk dat is? Moet ik een code kopiëren? Pff, is moeilijk, man. Zeg maar. Nog steeds bezig. Ja, jij denkt ik spuit even snel, maar dat is niet waar, Brian. Spuiten moet heel precies en met heel veel delicaties. Is dat een woord, dedicatie? Ik vind het wel een mooi woord, dedicatie. Hoppakee. Dat is in ieder geval niet de boomhut. Nee, dat scheelt. Dit level is minder erg dan de boomhut. Absoluut. Kijk, hebben we een mooie center console. Prachtig. Nog steeds mooier. Wat een feest. Oké. Misschien moet ik hem even stilzetten. Hoe krijgen ze het zo voor om het zo vies te maken? Ja. Ik weet ook niet wat die kinderen allemaal uitgesproken hebben. Horse rods. Oké, we gaan eerst even elke paardpaal schoonmaken. Oh, die onderkant is een apart dingetje. Oké, hey, top, hé. Hey. Dat is wel heel fijn. Not. Horse rod top clean. Dus dit is een apart dingetje. Wel, ja, joh. Wanneer ga je beginnen met spuitles geven? Man, elke livestream van deze game is pure spuitles. Waar zit het dan, hè? Is dit het? Ik spuit dwars die paal in. Waar zit het dan? Hier. Paardenpaal zo echt vet smerig. Maar ik zie echt helemaal niks. Oh, die misschien.
zit die zooi dan hier? Het moet echt nog best wel veel zijn. Daar. Maar dat is echt niet veel. Waar zit het dan? Kan ik op dat paard? Yes! Oké, got it. Maar als iemand het ziet... Kleinere spuit pakken. Ik zal die extra long er even vanaf halen, inderdaad. Short extension. Oké. Okay. Dan spuiten we even van dichtbij. Dan doen we ook meteen even paardje, zodat we toch bezig zijn. Wacht, misschien kan ik plastic cleaner erin stoppen. Dan heb ik vast ook nog een heleboel. Hier, ik heb heel veel plastic cleaner. Not. Out of plastic cleaner. Oh. Plastic cleaner. Buy all the plastic cleaner. Hoppakee. Spuiten met die zooi. Helemaal die paardenbips. Paardenbips schoon. Paardje schoon. Wat een mooi schoon paardje. Onderkant van het paardje. Prachtig. De kont van het paard. Wat een mooi schoon paard, jongens. Echt top. Niks meer aan doen. Onderkant van zijn bakkes. Hoppakee, zijn poot. Zo. Been. Nee, kijk hier. Horse rod is toch echt een apart ding? Is een apart ding. Het paard is apart van de horse rod. Maar ja, waar dan, hè? Wacht even. Ik moet er sowieso battle cleaner voor hebben. Ja, ik zie het echt niet, hoor. Het zal wel aan mij liggen. Ik zie het echt niet. Wacht, misschien boven. Zou het er bovenuit kunnen steken? Misschien dat dat een ding is. Wacht. Ik heb hier zeg maar een toren. Laten we eens even op mijn toren kijken. Misschien steekt er wel een stukje bovenuit. Ook niet echt, hè? Ook bijzonder dit. Er zal er toch wel ergens iets van aangekoekte viezigheid zitten die ik niet heel snel zie of zo. Doen we gewoon die hele paal nog wel een keer, I guess. Een hele paal opnieuw schoon. Ik heb toch echt alles gehad van die klote paal? Spijt me zeer. Zoek het uit met de paal. Volgende paal. Kijk of dat we hier precies hetzelfde probleem hebben. Als ik hier hetzelfde probleem heb, dan zit het dus ergens anders. Ja? Dan moet ik dus heel ergens anders kijken. Oké, dat is die. Wacht, dit is metal cleaner, heb ik er geloof ik op, hè? Ja. De horse pole. Horse rod. Hier heb je dus precies hetzelfde. Ik heb deze kant nog. Oh, dat wordt erbij. Wacht. Dan is de kans op zich wel aanwezig dat het aan de onderkant zit. Want ik dacht namelijk dat het apart ding is. Het paard beweegt toch op en neer. Brian, jij hebt zo'n big brain. Dat is zeker waar. Het paard beweegt op en neer. Dus hij schuift er waarschijnlijk een stukje overheen. Ik heb echt de slimste kijkers of all time. Thanks! Dat paard gaat natuurlijk op en neer en daardoor verdwijnt er een stukje van die paal in die attractie. Brian, jongen, echt. Het is dat je hier niet bent. Anders had ik je een welverdiend schouderklopje gegeven. Wat een big brain. Ho. En dat zijn mijn kijkers, hè. Dat zijn mijn kijkers. Daar ben je toch trots op als YouTuber. Daar ben ik trots op. Trots ben ik op mijn kijkers. Maar kijk eens naar de big brains. Eindelijk goede opmerkingen in de chat. Hele livestream gaat nergens over. Nee, maar serieus. Dat is echt een goede opmerking. Houden we van, dat soort mensen. Love them. Kijk, dan krijgen we dus hier hetzelfde gedonder. Deze hele paal is schoon, maar dan mist er dus een stukje. Kijk.
Even kijken wat die nou is. Kijk, er is dus aan de bovenkant een stukje vies. Ja, bij jou misschien wel, Roy. Bij mij gaan ze alleen maar attractie in. Ik weet niet waar jij het over hebt. Had je zelf ook al achter kunnen komen? Ja, nee, had ik niet gekund. Ik ben namelijk dom. Ontzettend dom. Plastic, hoppakee. Laat hem aanstaan. Nee. Dan kan ik er nooit die paarden schoon spuiten. Dat is toch onmogelijk? Onmogelijk. Ik kan niet en paarden spuiten en tegelijkertijd rondjes rijden in de kermisattractie. Dat gaat me net even te ver. Dat kan ik niet. Dat is allemaal te moeilijk. Hoppakee. Paardje. Deze paardje zit bellen. Wat voor intense game ben je nou weer aan het streamen? Nou, Piet Jansen, dit is zeg maar powerwash simulator. En je moet alles schoon spuiten. Dat is wat je moet doen. Dat is de game. En het is heerlijk ontspannend. Je kan zeg maar nu een plastic paard onder zijn kont spuiten. En dat is echt awesome. Dat heb ik altijd willen doen in mijn leven. En ik ben nu in een level. En daar word ik heel agressief van. Want het is een level met paardjes en eenhoorns. Maar ze bewegen. En daar was ik eerst niet achter gekomen. Wil je dan een muziekje aanzetten? Nou, ik zal hem wel weer aanzetten, jongens. Stel het je surpieten. Oké, doen jullie even een like. Anders word ik boos, ja? Dat kan wel, trouwens. Nou, we zitten bijna op 100 likes. Dus we hoeven er nog maar 34. Dus als iedereen die nu aan het kijken is even een like doet. Kom hier, paard. Kom hier. En niet toe spuit je schoon, paard. En niet toe spuit je. Hop, stikke. Wat een mooi schoon paard. Oh. Boven naar de bovenkant. Die zegt fit vies. Een vieze staart heb jij. Maar nog meer. Zijn hoofd. Vies hoofd. Vies paard. Dag paard. Jij bent vies. Bah, jij moet schoon. Jij moet helemaal schoon gespoten, paard. We zijn trouwens bijna op de helft van dit level. Ik dacht, dit doe ik even, maar dat valt vies tegen. Haha, zien we dat dit der. Deze paardjes zijn een stuk vervelender dan je denkt. Paardje, volgende paardje. Ben je vies. Bah. Paardje moet schoon. Wel vervelend dat ik het zo meteen zonder plastic cleaner moet doen. En dan een plastic cleaner weer heel hard doorheen gaat. Ik heb nog maar 15 liter zeep over. 14 liter. Dat is niet heel veel. Een paardje tussen zijn benen spuiten. Het zijn unicorns, geen paarden. Ach man, details. Hoppakee. Eenhoorns zijn ook maar gewoon paarden met een stok erop geplakt. Weet je. Eenhoorns zijn paarden die zich anders identificeren. Dat is heel hip tegenwoordig. Dus dat past perfect in deze huidige tijdgeest. Het paard is echt vies tussen zijn benen. Bah. Oké, er nog eentje. Oh, nog één die heel vies is. Bah. Vies paard. Bah. Even zijn poepen schoon. Dan moeten we zo meteen ook al die palen nog schoon spuiten. Hè? Dat is een hele klote klus. Kom hier, paard. Kom hier. Waar is Bren? Boven. Denk ik. Dus ik denk dat hij boven is. Verwacht ik eigenlijk. Deze horsey is echt nog ergens vet vies. Ik weet alleen niet waar. Waar is dat ding dan smerig? Aan de onderkant. Waar is dat kring dan smerig? Hé, pokkenpaard. Waar ben je nou zo... Wacht, hier is een poot. Been. Geen poot. Als ik dat zeg, worden alle 12-jarige meisjes boos. Peert en Geert. Zeker. Het is wel ernstig dat ik nu mijn eigen herrie-machine is te schoon te spuiten.
echt zo blij dat die herrenmachine donatie sound hier niet in dit systeem zit. Als die er wel was, dan wist ik het wel weer. Was dit einde oefening geweest? Deze palen zijn echt de meest verschrikkelijke dingen ever. Maar waar zit het dan, hè? Onderkant. Oké, het komt er gewoon uit. Bah. Zal het ook wel uit de bovenkant komen. Kijk, bah. Hoppakee, dat is paal nummer 2. Jemig. Wat een ellende. Base cleans. Kijk, je moet heel snel om die paal heen. En dan zeg maar opstaan. Dan komt hij dus ook weer aan de bovenkant eruit. Dan moet je heel snel topjes schoon spuiten. En dan kan de rest rustig doen. Rustig de rest schoonmaken. Eerst het topje, dan de rest. Hoppakee, ik begin al maar in te worden. Kijk, deze is dus snel voordat hij er weer in zakt. Come on! Grote paal. Ik hou niet van palen. Oké, dan snel staan. Dan komt hij dus daar aan de bovenkant uit. En dan kan je rustig de rest. Hoe identificeer jij jezelf? Ja, als Apache helikopter, absoluut. Ik ben een Apache. Behalve op dinsdagen. Dan ben ik een nachtkastje. Oh, kom hier! Is dat dan, hè? Oh, daar. Hoepakee. Nou, gaat op zich best lekker. De volgende. Ik heb het systeem door. Meer aandacht bij powerwash dan bij online lessen. Ja, hey, dat is het wel. Powerwash is belangrijk. Online lessen ook, maar powerwash net even wat meer. En dat zeg ik als leraar, dus dat wil ook wat zeggen. Wel moeilijk hoor, die palen. Moet je er weer uitzakken. Hoppakee. We duimen dus even op het puntje, tot dat puntje wat uitgezakt is. Dan ga je snel naar de andere kant. Als het puntje er weer in gaat, dan doe ik aan de onderkant precies hetzelfde. Is moeilijk dit. Jullie denken, dat doe je even, maar powerwash is een kunst. En dan kom ik tussen achter. Echt een kunst. Dus niet iets wat je even doet. Er staat voor paal. Haha, Julian. Of Julian. Dat is waar. Dat is zeker waar. Hier staat wel voor paal. Absoluut waar. Voor mij heb ik alle palen gehad. Oh nee, deze paal nog niet. Hoppakee. Paal. Done. Voor mij heb ik alle horse rods gehad. Poeh. Oké.
Waarom geven we deze licht? Dat is gek. Houd het licht geven. Oké, we need... Zullen we eerst de onderkant doen van dit ding? Misschien beter, hè? Ceiling Edge Trim heet dat ding. Het heeft helemaal geen zin als ik zelf ook meedraai, hè, natuurlijk. Dan kan ik hier nog staan. Ja, ze doet hier al best wel een heel stuk. Allemaal bij de ceiling edge trim. Ik zou het misselijk worden als over rondjes in de herrie-machine. Nou, ik ben wel gewend aan die herrie-machines ondertussen. Herrie-machines don't stop me, zeg maar. Ik pak echt precies dat randje mee. Als je hem zo houdt. Al die kleine randjes neemt hij nu nog even mee. Perfecto. Hier nog een heleboel. Dat was die. 59%. Oké, deze rand. Dit is de Ceiling Edge Ring, is dit. 60% van dit level is done. Schiet het op? Nee, totaal niet. Is het frustrerend? Wow. Best behoorlijk. Dat was die. Even dit randje mee. 61% clean. Ik denk dat ik hem even stil moet zetten voor dit stuk. Waar is het ding? Daar. Speelt Power Washer, speelt Rollercoaster. Wacht, laten we het combineren. Hey. Ik ben multigetalenteerd. Ik kan meerdere games tegelijkertijd spelen. Hoppakee. Pak nu die langere extension weer. Wat ben jij lekker bezig, Chris? Wat ben jij lekker bezig? Extra long extension. Hoppakee. Kijk, daar komen we tenminste ergens mee. Ik kan alleen een draaiende maken, dat is een beetje jammer, maar voor de rest... Oh, die binnenring is blijkbaar een ander ding. Oké, goed dat we daarachter komen. Ceiling panel. Dit wordt allemaal bij de ceiling panel blijkbaar. Daarbinnenin. Daar. Dat is allemaal ceiling panel, dan zal dat hier ook wel zitten, denk ik. Yes. Oké. Ceiling trim, ceiling panel. Dat is een ander ding, blijkbaar. Wacht. Zo. Is moeilijk. Oké. Jij denkt, dat doe je even. Dat is dus niet zo. Ceiling trim, ceiling panel. Dat hadden we wel weer de binnenkant zijn. Er zit een systeem in. Dat is wel heel fijn. Ik moet alleen deze randjes zo meteen nog doen, maar eerst deze platen, zeg maar. Dat is het belangrijkste. Eerst de platen, dan de rest. Alles op zijn tijd, alles op zijn manier. En mensen heeft geen haast, toch? Hebben jullie haast? Moeten jullie ergens heen? Ik niet. Dus, rustig aan, dan breekt het spreekwoordelijke lijntje niet. Oké, dat waren alle panelen. Dan... Het is wel hinderlijk, want ik sta echt op een hele vreemde hoek. Hoek. Ceiling frame. Het is zeg maar net geen 90 graden, dus het is vet moeilijk om te doen. Hoppakee. Hier deze binnenkant. Yes, oké. Daar hoeven we er ook maar 6 van te doen. Misschien wel meer. 7, 8, 20, 80. 100. 100 van doen. Is dat erg? Ach, wel nee. Doen we dat met plezier? Jazeker. Appakee, dat was die.
Volgende. Er zit toch geen stroom op. Daarom. De lampjes branden, niemand iets weet hoe het kan. Maar hij staat niet aan. In principe, hij is uit. Achterkant. Ga je in de toekomst ooit Pixelmon spelen? Ach, wie weet. Wie weet. Staat voorlopig niet heel hoog op mijn to-do-lijstje. Oh, wacht. Oh. Er waren nog meer panelen. Die had ik even niet gezien. Die had ik niet. Oh jawel, die had ik wel gezien. Oh, dat is even een tactische onderbreking van de panelen. Het is al laat. Het is 9:30. Weet je hoe laat het is? Weet je hoe laat het is voor mij? Jongen. Hoe kan ik echt serieus 6 van die panelen missen? Hoe scheef ben je vaak, hoor. Volgende paneel dan maar. Zeg, wow. Die panelen zijn wel redelijk satisfying. Die gaan goed. Ik hou ervan als dingen goed gaan. Daar ben ik heel gelukkig van. Zo, een klein beetje nog. Dat was die. Laten we het dan maar even stuk voor stuk doen, weet je wel. Wat een fancy power washer. Ja, mooi hè. Ik heb er een likkie verf overheen gegooid. Ik denk, weet je, als je dan toch moet power washen, dan moet je het blitz doen. Nou, ik heb een hele blitse power washer geregeld. En ik heb roze handschoentjes. Daar heb ik nog niemand over gehoord. En ik denk, nou weet je. Helemaal van deze tijd, alles roze. Helemaal geweldig. Bren komende week elke avond alleen op de bank. Daar wordt Bren heel gelukkig van, weet ik toevallig. Een betrouwbare bron. Nee, Bren die wordt er heel blij van. Ik ook trouwens. Lekker rustig. Nee, ik ben van plan om deze hele week elke week te gaan livestreamen. Elke dag, dat is het idee. Maar dat is nu de planning, hè. Dus het is ook niet zo dat het echt gaat gebeuren. Wanneer ga je Pokémon Shield DLC doen? Niet. Nee, Pokémon Shield, nee, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Want zo leem dat je dan niet alle Pokémon kan vangen, hoor. Is het nou? Hou ik niet van. Of vang ze allemaal, of niet. De hele slogan van Pokémon is 20 jaar lang gotta catch 'em all geweest. Dan kan ik ze niet allemaal gotta catchen. Nou, daar ben ik niet blij van. Hou ik niet van Pokémon. En als je er ook een beetje goed naar kijkt, kritisch naar kijkt in die game, Pokémon Sword and Shield, dan is het gewoon een enorm geruste titel. Hij is enorm snel op de markt gebracht. Net nog even op tijd om goed mee te cashen. Maar die game was en is gewoon nog steeds niet af. Dus ja. Het is een leuke game hoor, don't get me wrong. Ik heb hem ook helemaal uitgespeeld en alle Pokémon gevangen die erin zaten. De hele Pokédex is compleet. Maar nee. Dat wil zeggen dat ik er heel blij van werd? Absoluut niet. Kun je dit spel ook op je console doen? Weet ik niet. Volgens mij niet. Volgens mij is hij alleen voor Steam op dit moment. En let's be honest. PC gamer zijn best gamer. Glorious PC Master Race. Oké. Dan dit randje. Ik speel trouwens altijd alles op de PC. Dus als je bij mij iets op mijn stream ziet, altijd PC. Altijd. 122% PC. Zit allemaal boven, hè, waarschijnlijk. Er is een rand boven. Gadverdamme. Alles een randje. Er is altijd eens een vies randje wat het verpest voor de rest, hè. Dan denk je, wat stinkt er nou toch weer? Er zit er nog één zo'n randje. Moet ik melk? Ja, ze zijn zeker aan het melk, ja. Pokémon, absoluut. Daar zijn ze goed in, onze Nintendo-vrienden. Hoppakee, dat is de Centipole. En dat is de Centipole-ring. Oké. Volgens mij heb ik nu zeg maar alles aan de onderkant gehad. Over de binnenring, zo te zien. Igor Guganov wil koekjes. Krijg je niet. Nee, Igor, nee. Stoute Igor. Poltopper. Oké, we hebben... Wacht. Deze hele rand eerst. Eigen rand eerst. Dat is belangrijk. Oké, zo.
En dat doen we zo meteen de buitenrand wel. Eerst de binnenrand. Helemaal netjes, strak en georganiseerd. Kan ik hier met die wiggle wiggle voor gebruiken? Dat kan wel, man. Met die wiggle wiggle mis je toch wel stukken, hoor. Ik kan beter deze, die gele gebruiken. Gele extension. Spannend, hè, jongens, dit spelletje. Spannend, hè. Jullie zullen het zelf spannend moeten maken in de chat, want het is hier niet heel spannend. Ik ben gewoon lekker aan het spuiten. Daar ben ik vet goed mee bezig, als ik het zelf. Ken je de Epic Mod tijd nog? Nee, ben ik helemaal vergeten. Daar heb ik echt niks meer van. Echt helemaal niks. Epic Mod? Hm? Wat heb jij nou erover? Tuurlijk ken ik die nog. Kom op, zeg, ik heb het zelf gemaakt. Ik heb het zelf gedaan. Ga je nog nieuwe games spelen? Waarom zou ik nieuwe games willen spelen als ik deze game heb? En bovendien is het... dit is een update. Deze update is er pas 2 dagen uit of zo. Dus dit is vet nieuw. Dit is een hele nieuwe game. 69%. Oh, ik heb hem gemist. Oh, sip. 69% gemist. Nou ben ik wel een beetje sip. Mag ik 69 in de chat, jongens? Omdat we 69% gemist hebben. I need it in mijn leven. Is er weer geen muziek? Nee, ik zal hem zo weer aanzetten. Maar ik moet het binnenrandje even helemaal goed doen. Zonder dat ik afgeleid word door allerlei vage paardenmuziek en zo. Ik ben bijna klaar met de binnenrand. Dan zal ik hem weer aanzetten. Hoppakee. Oké. Kijk, binnenrandje is klaar. Nu de buitenrand. En dat gaan we even efficiënt doen. Dus, let op. Lekker wassen, ook onder het randje. Maar ik Vlaanderen snap het. Altijd onder het randje. Oh, de buitenrand waait natuurlijk niet. Dan. Hoppakee. Dat is 1. Dat is 2. Eerst die rode buitenrand. Dat is 3. Doen we zo meteen wel die poltoppers. 4. Die sniper extension is wel echt heel handig voor dit soort shit. 6. Hoeveel stukken zijn er? 7? Dat ik de laatste wil zijn. The wall just got 10 feet taller. Nice, thanks Jeffrey. Dat zal Trumpy leuk vinden. Trumpy wordt blij van dit ding, weet ik heel zeker. Trumpy, zie je Donald Trump al op zo'n draaimolen? Die paarden hebben wel een beetje dezelfde kleur als Donald Trump. Jeffrey, drop die deurtjes. Thanks Jeffrey. Shout out to you, chef. Alsjeblieft, luister omdat je zo goed je best doet. Hey, iemand die mijn moeite waardeert. Hou ook van. Thanks Jeffrey. Thanks. Ik ben vet goed in mijn best doen. Ik ben heel goed in mijn best doen. En de poltoppers ben ik helemaal goed. Altijd het beste puntje, hè? Dat is het belangrijkste. Puntje is het belangrijkste van allemaal. Als het puntje niet goed schoon is, dan kan je beter gewoon helemaal niks schoon spuiten. Poltopper, en waarschijnlijk moet ik er zo meteen op die draaimolen om de achterkant schoon te maken. Van dit ding, van die poltoppers. Dat zijn allemaal van die kleine stukjes. Dan denk je, nou, die doe je wel even in één keer. Echt niet. Echt niet. Je moet ook de achterkant nog schoon spuiten vaker. En het hele dak van dit ding trouwens. Ik ben pas op 73%. Ik ben er nog lang niet. Je denkt, ik ben er bijna. Echt niet. Jeuk. Jeukdoos. Dat kan ik niet gebruiken, mensen. Jeuk. Oh, stikker. Jeukneus tijdens spuiten. Oh, wacht, vies. Dat is echt verschrikkelijk. Het duurt langzaam molen, hè? Ja, absoluut. Maar dat komt ook omdat ik het goed wil hebben, hè? Ja, banana. Jeukneus. Verschrikkelijk. Vanmiddag ook al tijdens lesgeven, de hele middag. Wat een ellende. Zitten er 22 kinderen naar te kijken hoe jij je neus aan het krabben bent. Ben je er nog steeds mee bezig? Ja, de meisje. Het is niet even gedaan, hè? Mensen denken, oh, dat doe je even. Maar ze vergeten... dat schoonspuit een serieuze business is. En dat er vaak veel aangekoekte shit is.
Hebben deze dus ook. Oh wacht, dat heb ik niet gedaan. Oh, misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Ik had er gewoon nog heel niet graag geraakt. Hier zit ook allemaal in die kleine inhammetjes. En de ene is ook viezer dan de ander trouwens. Deze is een stuk viezer. Hoppakee. Dan die plastic panelen. Dat is metal, hè? Heb ik daar iets voor de schoonmaakspulporm? Heb ik nog een zeepje? Metal cleaner. Ja, hier. Ik heb nog 3 liter metal cleaner. Wacht. Misschien moet ik een ladder pakken. Misschien ook niet. Waarschijnlijk wel, anders red ik het niet. Ach, ik prik wel door. Heb ik al helemaal niet erg, man. Ga ik er nog een keer prikken, haal ik met een scherm. Mensen moeten zich eens niet zo aanstellen, dat is belangrijk. Kijk, ik zit dus ook op het randje. En we hebben allemaal gezien, het randje is het meest vervelend. Casting frame cleaned. Waar is dat dit ding? Casting trim, casting frame. Ja, dat is dus die rand. Er zit dus de onderkant waarschijnlijk hier, ja. Dus die onderkant van die rand is dus apart van de middenrand. Oké. Thanks dat ze dat er nog even bij zeggen. Er wordt alleen maar extra vervelend van. Dus zeg maar dit, dat is een apart deel. Wat een ellende. En het vervelende is, die bovenkant draait dus niet rond. Dus als ik die bovenrand schoon wil spuiten, moet ik elke keer die ladder verplaatsen. Wat een ellende. Oh, kweer. Ladder, kweer. Niks. Oké. Kijk, dat is die in één keer. Ga ik eens in één keer doen? Snipe, snipe. Wat een mooie lampjes. Oké, wacht. Hop. Oh, 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 wat? Oh, ik sta op het dak. Nice. Ik weet niet hoe ik hier gekomen ben, maar ik ben er. Lekker. Zo, ik sta op het dak. Mag wel, hè? Ik weet niet hoe ik het gedaan heb. Nou, hij wordt op zich best wel schoon. Hij wordt best wel goed. Alleen ik ben dus nu niet meer systematisch bezig en dan gaat het fout. Ik moet hier een systeem in blijven houden. Want dit is namelijk de poltopper. En ik ben pas op 77 item. Dus deze, wacht even hoor. Deze heb ik gehad, die heb ik gehad. Dan moet ik alleen de bovenkant nog doen. Van deze dan tenminste. En dat heet in dit geval de Cresting. Oké. Die heeft ook een achterkant sowieso, die Cresting. Dus ik moet überhaupt een keertje het dak op van dit ding. Op zich niet erg. Maar dan weet ik wel dat dat nog het grootste gedeelte is waarschijnlijk. Hier nog. Kijk, allemaal randjes. Allemaal onder de randjes. Bah. Kost deze game geld? Jazeker. Maar hij is nog in early access. Dus hij is nog niet zo heel duur. En let's be honest, deze game is gewoon 100 euro waard. Gun de makers van deze game je geld. Gun het ze. Nou, hij is niet gratis. Nee, absoluut niet. Gelukkig niet, want deze game is echt perfect. Dus de mensen die deze game gemaakt hebben, die mogen voor mij heel veel geld verdienen. Die mogen heel rijk worden, wat mij betreft. Helemaal niks op tegen. Als je goed bent in je werk, dan mag je van mij veel geld verdienen. Zo kapitalistisch ben ik ook alweer. Ik ben een kapitalistisch swine, ja. En terecht trouwens. Hoppakee, poltopper. Ook een paar van meegenomen toch nog. Pak je vanaf hier raken? Nee.
tweede keer. Lekker. Lekker. I love it. Even drinken hoor. Maar naar werk. Ik moet er weer vanaf. Ik moet er weer vanaf. En door. Hop. Dit is mee. Een stukje bochium. Mag ik hem weer neerzetten? Yes. Oh, dat is wat moeilijk. Dat is wat moeilijk. Dat is wat moeilijk. Oh, mag ik gewoon een trappetje op? Please, thanks. Het is een heel dun randje. Hè? Wel een belangrijke. Lampjes. Kijk hoe vrolijk. We wel die lampjes erop. Love it. Ik hou van lampjes. Lampjes brengen gezelligheid. Ik hou ook van lampjes met kerst. Dat is ook gezellig. Sfeerverlichting. Daar worden mensen heel blij van. Dus ik wel. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word er blij van. ...80% zitten we op. En dan kom ik dus zometeen waarschijnlijk 16 van die poltoppers tegen die ik alsnog moet doen. Lars stopt met YouTube en leren zijn om zijn droombaan pressure washer fulltime te werken. Sowieso. Als ik kon stoppen met mijn werken fulltime kon power washen, ik zou het doen. Sowieso. Instant. Dit is wel zeer satisfying. Ik kan het iedereen aanraden. Oh, jeumig. Zit er een autosave op? Oeps! I think I broke het spelletje. Denk ik. Oeps! Oh, boormachine. Moet een boormachine maken binnenkort. Uh-oh. Kan ik hem op zich herladen? Dat zou heel fijn zijn. Quit. Als een quitter. Quitter. Wat zei je daar dat de developers goed waren? Ja zeg, kijk maar. God was ook niet perfect. Want God heeft ook België gemaakt. Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van Powerwash Simulator, zegt Steam. Dat is niet waar, Steam. Steam liegt tegen mij. Waarom lieg jij, Steam? Wacht. Dit kan niet zo zijn. Spelen. Opstarten die meuk. Hoppakee, I need my game. Ja, I need my dagelijkse dosis power wash. Wat is dit nou? Als ik nou alles weer opnieuw moet doen, hè, dan word ik heel boos. Resume. Ik hoor muziek, daar word ik blij van. Die hoorde ik net niet meer. We zijn er weer. Oké, heel goed. Oké, dat was even een schoonheidsfoutje. Is dat erg? Wel nee. Iedereen maakt fouten. God heeft de Tilburg gemaakt. Kijk daarom, weet je wel. God heeft allemaal verkeerde dingen. En hij heeft ook Ameland gemaakt. En al dat soort dingen. Yes. Allemaal vergeven. Als we daar allemaal moeilijk over moeten gaan lopen doen. Ja, kijk, weet je, dan krijgen we dus nooit meer feest. Niks gebeurd, niks aan de hand. Hebben we allemaal niet gezien. Dus niks aan de hand. Dit game is nog steeds perfect. Ja? We moeten alleen niet proberen om met zo'n ding tegelijkertijd op te pakken en er vervolgens ergens overheen te springen. Dat moet je niet doen. Dat is niet goed. Maar goed, nu weten wij wat meer. Hè? Nu weten we dat je dat niet moet doen. Dat is wel belangrijk dat we dat nu weten. Anders hadden jullie me allemaal nagedaan. En nu weten jullie dat dat dus niet moet. Oftewel, public service. Hoe noemen ze dat? Een public service announcement noemen ze dat. Hey Nout, die vraag heb je nu al 10 keer gesteld en ik heb hem al 3 keer beantwoord. Dus misschien moet je andere vragen verzinnen. Hier ging het fout, hè? Hier ging het mis. Hij is gewoon dwars door de vloer heen gezakt. Ja, klopt. Ik weet dat ik aan de zware kant ben. Zo dik ben ik nou ook weer niet. Kijk, hier, hoppakee.
Deze kant hebben we nog niet gehad, man. 81%. Who needs it? Vaak over het eenden fantastisch. Ik haat eenden. Die beesten. Ze zijn vervelend. Gelukkig is het vandaag redelijk stil qua eenden. Dat is wel fijn. Kan ik gewoon doorspuiten. Dat is het belangrijkste. Hoppakee. Cresting. Hier ieder. Oh. Poltopper is klaar. Oh, een toppertje, die pol. Ah, lekker toppertje. Ik hier snijpen ten onder. Got it. Die panel is klaar. De cresting alleen nog niet. Oké, wacht. Ik geef er Leroy Jenkins. Assassin's Creed. Nice. Oké, dan kan je heel makkelijk de achterkant schoonmaken. Nu gaat het hardst, denk ik. Nu heb ik niet echt heel veel grote stukken meer. Tenzij het hier natuurlijk helemaal aangekoekt is. Daar gaan we even niet vanuit. En daarom is dit spel dus nog Early Access. Nee, ja, zeker waar. Staat er ook heel groot boven, hè? Early Access. Deze game is absoluut nog niet af. Het is allemaal nog updates. En dit soort fouten gaan ze er dus ongetwijfeld uithalen. Oké, Leroy Jenkins. Woei! Om deze game nog perfecter te maken. Zodat jullie allemaal nog weer in de glorieuze glorialiteit van deze game kunnen genieten. Dat is belangrijk. Maar dat is het hele idee toch van Early Access. Dat je alvast kan spelen. In de hoop dat je ook nog fouten in vindt. Zodat ze die weer kunnen verbeteren voor de full release. Zeep. Moet ik zeep pakken? Ik heb altijd idee dat ik aan de voorkant van dit ding nog heel veel gemist heb. Van die cresting, zeg maar. Dat ik daar nog wat hoekjes heb gemist. Altijd deze dan. Op een gegeven moment had ik het door met die crestings. Waar, zeg maar, de veiligheid zit. Altijd deze dan natuurlijk. Er zijn nog wel 1 of 2 van die crestings die zijn vies aan de buitenkant. Of viezig. Het is vies en viezig. Hoeveel betaal je op dit moment voor Early Access? Geen idee, 20 euro of zoiets. Nee, minder. Geen idee. Ik zou het niet weten. Maak me geen moer uit. Ik betaal het wel, want ik wil deze game spelen. De rest van mijn leven. Liefst elke dag van mijn leven, de rest van mijn leven. Maar ja, kijk, dat zit er dus even niet in. En even kijken waar het dan... Kijk, hier bijvoorbeeld. Kijk, dit heb ik gewoon heel half gemist, man. Onacceptabel van mijn kant. Sorry, game. Dat ik zoveel gemist heb. Waar heb ik dan nog meer zoveel gemist? Deze hele questing is nog goor. Waar zit het dan? Deze heb ik gewoon helemaal gemist. Toch de bovenkant dan, denk ik, I guess. Hey Axel, welkom bij de stream. Oh, dit is questing panel blijkbaar. Hier zit er echt vet veel, man. Maar kijken. Gorigheid, waarom zie ik het nu pas? Mag ik dit ding meenemen? Het liefst niet weer er doorheen glitchen. Dat zou heel fijn zijn. Zo. Nee, ga je weer gras maaien. Ergens deze week, als het goed is. Oneindig water die gun. Ja, mooi, hè. Met 1 zo'n gun zou heel Afrika in 1 keer zonder uit de problemen zijn. Dat zou echt awesome wezen. Hoppakee, control panel, deze panels. Kijk, het is toch de bovenkant, hè, die dan mist. Daar kan je gewoon niet bij, namelijk. Van de onderkant. Dat is ook wel logisch, dat je vanaf de onderkant niet naar de bovenkant kan. Maar er zit vaak zo'n boogje. En daar kan je niet bij vanaf de onderkant. Cresting is klaar, 85%. Dat betekent dat ik er ergens 15% vandaan moet vissen. Dat kan echt alleen maar de bovenkant zijn. Een draaiende herrie-machine schoonmaken. Ja, ellende, hè. Wat een ellende. Dus hebben jullie geen medelijden met mij? Ik heb echt medelijden met mezelf, namelijk. Oké, wat is dit? Plastic. Heb ik een plastic cleaner?
Waarschijnlijk wel, hè. 12 liter plastic cleaner. Spuiten met je bek, Vaco. Dit is de canopy. En die bestaat uit allemaal verschillende losse onderdelen. Blijkbaar. Hoppa. Oh, wat ben ik blij dat die herrenmachines uitstaan vandaag. Heerlijk. Lekker rustig. Love it. En die plastic cleaner is ook goed bedacht. Hey, viezerik. En Zandvoort was awesome. Sowieso. Love racen. En dat we dan ook nog in Nederland gaan racen. Helemaal top. Mooi man. Het is jammer voor de zandhagedis. Maar als ze die nog gewoon een kaartje hadden aangeboden, had hij ook niet meer geklaagd. Ja, dan moet de zandhagedis toch even wijken. Dat is even niet anders. Doe je ogen dichter, doe dat lastig zichzelf aan het praten is in de douche. Nou, dat wil je niet. Hè? Dat wil je echt niet, Piet. Misschien je kortere spuit pakken. Oh, dat gaat goed zo. Dan kan ik ook mooi meteen in één keer boven pakken. We zitten al op 94%. Kijk hoe snel dit gaat nu. Herrenmachines poetsen? Nee, man. Dit is toch verschrikkelijk. Dit ga je me toch niet aandoen. Ik ben blij dat ik dit level nooit behoef aan te raken. Behalve dan voor een speedrun misschien. Power simulator speedrun van dit level. Voor de 10 jaar stream. Op zich nog best een ideetje. 98%. Oké, het boek Lars de IJsbeer. Ja man, jeugdtrauma. Verschrikkelijk. Ik weet nog heel goed dat we dat voorgelezen kregen toen ik bij de kleuters zat zelf. Dat iedereen naar mij ging kijken, dat vond ik echt verschrikkelijk. Er zit ook nog aan de onderkant van deze ring. Bah. Spire ring. Wacht, hier moet ik wel kleiner hebben. Anders red ik het inderdaad niet. Die is van metal, hè, die spire. Waar zit het dan nog meer, joh? De bovenkant of zo? Oké, nice. Laatste paar dingen. De star. De ster, de eer en glorie. Eigenlijk moeten we die als laatste doen. Ster moeten we als laatste doen. Dat is belangrijk. Eerst cresting keer 2. Dat zijn deze dingen. Hier zit er nog eentje. Deze nog vies. Aan de onderkant zo te zien. Dat is 1. Bijna dan. Waar zit die zooi dan, man? Meer, man. Moet ik zeg even mijn ladder halen voor dit kleine klote dingetje. Wanneer weer is Red Dead Redemption 2? Morgen. Tenminste, dat is het plan. Tenzij er wat tussen komt natuurlijk, maar ik ga er zomaar vanuit dat ik morgen Red Dead Redemption 2 mag spelen. Dat is die, nog één questing. Ah, welke is dat dan? Deze. Dat is ook echt maar een heel klein stukje. Upskay. Oké, horse rod top. Are you kidding me? Dit is hem niet. Dit is hem niet. Dit is hem niet. Dit is hem niet. Zal de laatste wel weer wezen. Dit is hem niet. Dit is hem niet. Dit is hem. Daar. Nog één te doen. Oh. Ergens is het jammer.
Er moet alleen de ster nog. Heel dichterbij. Oh. Waarom gaat hij nou? Yes. Okay. Laatste stukje van dit level. Dat is wel sip. Het was een leuk level. Het was een bijzonder level. Laten we het daarop houden. Het was een bijzonder level. Met bijzondere dingen om schoon te maken. Maar wel hele toffe nieuwe mechanics. Dat er ook bewegende onderdelen in kunnen zitten in een level. In plaats van random dingen die alleen maar stilstaan, weet je wel. Ik ben hier zeer tevreden over. Over dit leveltje. Okay, dan moet ik dus een kleine hebben. Om hier bij te kunnen komen. Job complete. Gun de Vaco een gouden ster. Gun de Vaco even een like op deze livestream. Carousel looks incredible. Kijk daar, jongelui. Mooi, hè? Oh. Prachtig. Schitterend ding. $500 voor gekregen. Was die $500 het waard? Ik vind eigenlijk persoonlijk een dubbel op moeten verdienen. Continue. Volgende keer gaan wij een boormachine schoonmaken. Die gaan we niet nu doen. Die bewaren we lekker voor een volgende keer. Jongens, ontzettend bedankt voor het kijken. Ontzettend bedankt voor het liken van deze livestream als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik jullie morgen weer terug. Morgen gaan we namelijk weer live. 8 uur hier op Vaco Games Reloaded. En volgens mij was dat Red Dead Redemption. En als het anders is, dan zien we het morgen wel. Jongens, tot morgen. Mazzel!